vandaag een bijzondere dag met heel veel mensen in de Kruiskerk vanwege een congres. Waar ging dat congres over? Ja, het was een symposium. Ter herinnering, als het ware, ter viering van het 25-jarig bestaan van het hospice. En de naam van het symposium was Geen einde aan zorg. Puntje, 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 zeg ik er nadrukkelijk bij. En is het zo dat u daar veel van geleerd heeft? Ik denk dat iedereen, en we hadden ontzettend veel aanmeldingen, 360 ruim aanmeldingen. Ik denk dat iedereen die aanwezig was geweest, dat hij daar heel veel van opgestoken heeft. Zou u één ding kunnen noemen waarvan u zei, nou, dat heeft me wel aan het denken gezet? Ja, dat weet je dan natuurlijk wel. Maar in tijden van, ik zeg maar wat, in tijden van verdriet, dat mensen, hele gewone mensen, moeite hebben om toe te stappen naar iemand die net een geliefde verloren heeft. Wat moet je nou zeggen eigenlijk? En wat iedereen nu heeft kunnen leren vanmiddag, dat is, je hoeft niet zo bang te zijn wat je zegt. Je moet vooral je oren gebruiken. Je moet de mensen hun verhaal, hun verdriet kunnen laten vertellen. En dat is eigenlijk betrekkelijk gemakkelijk, alhoewel luisteren vaak moeilijker is dan praten. Maar dat is iets heel wezenlijks wat iedereen vanmiddag heeft kunnen leren. U was ook bij het begin van het hospice betrokken, 25 jaar geleden. Kunt u in twee woorden schetsen wat het verschil is tussen toen en nu? Ik denk dat het toen met alle goede bedoelingen een redelijk primitieve omgeving was. Een redelijk primitieve organisatie was. En als je dat vergelijkt met nu, dan is het een hele goed georganiseerde organisatie waar hoogstaande zorg geboden wordt aan terminale mensen. Morgen open dag? Morgen open dag, ja, in het hospice. En daar is weer iedereen paraat om mensen die daar belangstelling voor hebben te ontvangen en rond te laten kijken en te informeren. En u kijkt terug op een geslaagd jubileum? Ik kijk terug op een geweldig geslaagd jubileum, wat een voorbereidingscommissie in elkaar heeft gezet. En met daaromheen hulp van een heleboel andere mensen is het een hele mooie, leerzame, feestelijke dag geworden.